staat nog niet op een officiële lijst om gesloopt te worden, wel op een onofficiële lijst. Het is wel een plek met historie, want dit gebouwtje staat op een plaats waar in 1940 een hele rij noodwinkels gebouwd werd voor het oude postkantoor. Al die winkels waren weggebombardeerd, winkeliers moesten toch hun spullen kunnen verkopen. Toen hebben ze daar een heel straatje gemaakt met allemaal laagbouwwinkeltjes. Een van die winkels was van Van der Heijden, een sigarenwinkel. Van der Heijden was uiteindelijk de enige die overbleef en die had een prachtig idee om daar een mooi groot gebouw neer te zetten en daar zijn winkel in te vestigen. Dat was ook een prachtig pand, dat was ook helemaal in stijl, dat was inderdaad een eerste klas winkel. Maar ja, Van der Heijden had de grond in eigendom en het gebouw in eigendom, dus die kon het verkopen. En toen hij met pensioen ging, heeft McDonald's het gekocht en ja, men noemt het restaurant. Voor mij blijft het toch een luxe snackbar. En de glorie van het pand is weinig meer van te vinden. Het is rood en geel. Het is niet mooi meer.